Nick Oosterlee, ben jij blij met de 2-2? Nou, is het een vraag die ik 3 keer heb gekregen nu. En ja, heb je punt gewonnen of heb je de 2 verloren? Moeilijk te zeggen. Het was een enerverende wedstrijd. Dat een wedstrijd kunnen zijn, denk ik, 5-5 of 3-5, 5-3. Er gebeurde van alles. En ja, om nou te zeggen van, ja, heb je er 1 gewonnen of 2 verloren? Ik denk dat het voor ieder mens weer anders is en hoe je dat beleeft. Ja, want als we kijken naar de eerste 25 minuten... HC echt in overwicht en jullie maken dan 2 goals. Dan sta je wat te springen, neem ik aan, in de dugout. Ja, HC begon heel goed en Johan hield ons echt in de wedstrijd, onze keeper. En ja, dan scoren we eigenlijk out of the blue scoren we 1-0. Daarna maken we de 2-0. Moeten we eigenlijk de 3-0 maken. Maar vanuit die grote kans krijgen zij dan een strafschop vlak voor rust. Dan is 2-1 in plaats van 3-0 bij de rust. En dan weet je dat je nog een moeilijke tweede helft krijgt. Heb je het gezien wat er gebeurde? Was het een terechte strafschop? Ik vond hem makkelijk gegeven. Ik liep even met die van der Leyen van het veld af. Ik denk dat hij 1,95 meter is en misschien 80, 85 kilo weegt. En hij ging wel heel makkelijk naar de grond, vond ik. Dus ik vond hem makkelijk gegeven. Maar goed, scheidsrechter kan hem geven. Scheidsrechter beslist. En, ik heb nog nooit de scheidsrechter gezien die hem terugdraait. Dan moet hij beelden zien en die hebben we hier niet. En dan de tweede helft, wat heel snel die rode kaart, scoringskans van HAC. En dan Hulsbos die aan de rem moet trekken. Vond je dat een rode kaart? Ja, dat is een rode kaart. Dus doorgebroken speler kan de scheidsrechter niks anders doen. Ik denk dat we daarvoor al misschien wel op 3-1 hadden moeten komen. We kregen toen een grote krans, Jeremy de Graaf. Ja, en dan krijgen we rood en dan, vanaf dat moment wordt het... zij gingen heel bedachtzaam spelen. Hielden hun laatste lijn toch nog vaak... 20 meter op hun eigen helft. Gingen niet op de middenlijn lopen. Waren volgens mij toch een beetje bang voor de snelheid die wij voorop hebben. Ja, daardoor kwamen wij er ook moeilijk uit. En het was eigenlijk alleen om maar tegenhouden. Hoe vind je dat je team het heeft opgelost met die man? Ja, zij maken dan uiteindelijk nog de 2-2. Daarna hebben we denk ik niet veel meer weggegeven. Worden 2 goals van hun afgekeurd. Ik weet niet of daar zat ik te ver voor weg. Of dat terecht was of niet. Maar in principe hebben we daarna niet veel meer weggegeven. Dus dat hebben de jongens goed gedaan. Ja, dinsdag dan die bekerpot tegen Cambuur. Wat zijn je verwachtingen? Ja, wat zijn de verwachtingen? Cambuur is... ik ben gisteren bij Cambuur geweest tegen Dordrecht. En ja, ik denk dat die jongens veel te laag staan. En dat die best nog wel heel veel punten gaan pakken. Misschien wel een periodetitel. Het is gewoon een goede ploeg. En daar lopen goede voetballers in. En... ja, als je heel reëel bent, moet voor ons alles meezitten op die avond. En dan hebben we misschien een kans. Maar je hebt altijd een kans in het voetbal. En je moet altijd voor die kans gaan. En zeker in bekervoetbal, want daar gebeuren rare dingen. Jawel, maar het is de laatste 16. Hè, en ze zullen ons niet meer onderschatten. En kijk, als je wat eerder in het traject zit, heb je daar misschien nog wel een beetje kans op. Maar... kijk, zij kunnen ook naar de kwartfinale. Dus voor hun is dat ook toch een mooie beloning, laat ik het zo maar zeggen. Dus ik verwacht niet dat ze ons zullen onderschatten. En je mist waarschijnlijk Brouwer en dus Hulsbos. Nee, Brouwer is erbij. Die heeft getraind en die staat gewoon op het spelerslijstje. En Hulsbos wel, hè, rood gehad.